Het gezag van het traditioneel bestuur is aan het afbrokkelen. Een van de grootste oorzaken hiervan is corruptie. Dit stuit volgens VHP-parlementariër Ronnie Aluma ook op de grondenrechten van de inheemsen en tribale volken. Tijdens de voortzetting van de behandeling van de wet collectieve rechten van inheemse volken en tribale volken vandaag in de Nationale Assemblée zei Aluma dat bepaalde dignitarissen zelf concessiehouders zijn. Hun lonen zijn achterhaald, waardoor ze zich lenen voor corruptieve praktijken, meent de parlementariër. De positie van de dignitarissen is door de binnenlandse oorlog en de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen verder gaan verzwakken, zegt Aluma. Ze eisen de naleving van hun gewoonterechten door de overheid, maar zij zelf maken zich schuldig aan het behartigen van het eigenbelang. Enkele Gramans kwamen in problemen doordat ze zelf concessie bij de overheid hadden aangevraagd. Voorzitter, de politiek en het bestuur in Suriname hebben vanaf de staatkundige onafhankelijkheid in 1975 een loopje genomen met het grondrechtenvraagstuk. Ook voor 1975 is het probleem niet aangepakt. Politiek heeft tot nu toe gefaald. Steeds beloven en uiteindelijk gebeurt er bitter weinig. Opeenvolgende regeringen hebben dit vraagstuk vooruit geschoven. Aluma haalde nog aan dat strijd voor recht en gerechtigheid voor inheemse en tribale volken al tientallen jaren duurt. De staat Suriname legt diverse vonnissen van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens steeds naast zich neer. Aluma benadrukte dat het doel van de wet collectieve rechten niet is bedoeld om de inheemse en tribale volken te bevoordelen, maar om deze volken te beschermen tegen de bedreigingen waaraan ze blootstaan. Ze worden ernstig bedreigd in hun voorbestaan. De schade die de houtkap en mijnbouwbedrijven binnen hun grondgebied veroorzaken, zijn enorm. Kostgronden en andere traditionele hulpbronnen worden vernietigd. Kreken worden vervuild. Ook de wildstand neemt af vanwege jachtactiviteiten van derden. Inheemsen en Marons leven van de jacht, visvangst, bos- en landbouwproducten. Traditionele hulpbronnen voorzien hen van voeding, drinkwater, bouwmaterialen, medicijnen, brandhout en andere gebruiksvoorwerpen. Aluma benadrukte dat grote gebieden noodzakelijk zijn om traditionele bestandsvoorziening in stand te houden. De grond vormt de basis van hun bestaan en wordt door de inheemse en tribale volken beschouwd als een geschenk van hun schepper, dat geen persoonlijk bezit is, niet verhandeld mag worden en gebruikt moet worden volgens oude tradities. Grond is geen levenloos lichaam voor hen, maar een bron van leven, aldus Aluma.